In deze les gaan we in Photoshop Elements het gedeelte verbeteren onderzoeken. Daarvoor openen we eerst een foto, bestand, openen, donker 1, open. Nou, deze is nu open. Ik wil de foto eigenlijk zo groot mogelijk in beeld. Dus ga ik naar de zoom en dan zeg ik in venster en afdrukgrootte, dus 1 op 1 is ook niet zo geweldig. Nog een keer in een venster. Het is niet helemaal precies wat ik wil. Dus gebruik ik de gewone standaard zoom optie nog eens. Om zo maximaal mogelijk in het beeldscherm te krijgen. Deze foto is 's morgens vroeg gemaakt. En is met tegenlicht gemaakt. Hier in het oosten komt de zon op. In Abcoude. En daardoor wordt de belichting van de kerk en de huizen daarvoor, die worden een beetje aan de donkere kant. Dus gaan we naar verbeteren. Verbeteren. Dan gaan we kijken naar de belichting. En laten we direct maar eens schaduwen hooglichten gaan bekijken. Wat dat voor ons kan betekenen. Schaduwen hooglichten. We zien onmiddellijk dat de foto zich al verbetert. Ik kan hier met de voorvertoning aan en uitzetten. Kan ik kijken wat die verbetering dan wel is. Nou, dat is aanzienlijk. Ik ga eens kijken wat de andere schuifjes voor mij kunnen betekenen. En hiermee kan ik de hooglichten donkerder maken. Nou, zo te zien is dat iets wat ik in ieder geval niet wil. Ik zou de foto eigenlijk nog wel iets lichter willen hebben. Dus de schaduwen die ga ik nog lichter maken. En ik zou het contrast eigenlijk best toe willen laten nemen om een pittige foto te krijgen en het wolkendek te behouden. Nou, zo te zien is dit een geweldige methode om een te donkere foto op te halen. Ik kijk nog even terug van waar ik kom en hier naartoe.